Hoi en welkom bij Hallo Thuis met Annemarie. Vandaag wil ik het ergens met jullie over hebben. Want weet je waar ik een beetje chagrijnig van word? Van dit hier. Taken die niet gedaan worden. Hier, helemaal vol. Elke dag opnieuw. Luc, kom. Is jouw taak. Dit moet jij doen. Dat is jouw taak. Rustig. Ja, ik ben rustig. Ha! En wat zit jij te doen? Heb je net geknutseld? Ja. Ruim het eens op. Wat een zooi. En wat is dit? Slijm. Zo satisfying. En dat kan wel zijn, maar alles zit eronder. Wauw. Ja, maar het is gewoon relaxed. Ja, nou ik ben super, 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 super goor. Bleh. Ja. Wat doe je nou? Ik zal mijn fiets wel schieten. Ja, dan kan ik het er niet uit. Oh, dat is niet waar, joh. Ja, die fiets moet over zo, Luc. Oh, ik kan er nou toch niet meer uit. Oh, ik moet er zo moe van. Mam? Ja? Er zit iets op je neus. Toet, toet. Haha. Luc! Luc! Zachter! Verdorie. Luc! Zachter! Oh, Luc! Wat is er nou? Hé, hey, zachter! Wat zei ik, hoorde je niet? Ja, de hele buurt kan mee luisteren, man. Wat een herrie! En wat is het voor troep? Je lijkt wel een varken. Bah! Rustig, joh. Mam? Ja? Er zit iets op je neus. Toet, toet! Echt, jongen. Het is echt de 80ste keer vandaag. Luc, die vaatwasser. Ja, die is nog steeds niet gedaan. Ja, rustig. Luc, vanavond. Vanavond? Het is toch... Wat ga je nu doen eigenlijk? Wij gaan eten. Eten? Het is 3 uur. Ja, wij hebben honger. Honger? Jullie hebben de hele dag door honger. Ja, kom hier. Nee, van ja. Mij! Hey. Van mij! Hey. Jongens, nou ben ik er klaar mee. Nu ga ik Kim bellen. Kim. Oh, vervelend mens. Kim werkt bij Team Kim. En zij weet alles als het thuis niet helemaal goed gaat. Misschien heeft zij wel advies hoe het hier iets gezelliger kan worden in huis. Want hoe hou ik het hier leuk? Hey Kim. Ja. Hi. Hallo. Hey, mag ik jou een fiets vragen? De pleuris breekt hier uit, joh. We maken elkaar helemaal gek. Het gaat helemaal niet goed hier in huis. Nee, we hebben steeds ruzie. Ik heb je even belt. Ja, ik dacht misschien heb jij een tip voor ons. Ja, heb ik wel hoor. Ja? Wacht, weet je wat fijn is? Dat je even stoom af gaat blazen. Stoom afblazen? Even... Ja, weet je hoe je dat kan doen? Nee. Even de trap heen en weer lopen, heb je dat? Even flink rennen. Even de trap heen en weer lopen? Dat doe ik wel. Dan ga ik een zee doen, dat is een goeie. Ja. En dan meer? Om even tot rust te komen. Dat gaat Luc even doen. Dat is ook wel een goeie. Ja? Ja, heb je ook nog iets voor mij? Je doet het al heel goed door hulp te vragen. Oh, is dat ook wel goed, ja? Dat is al heel goed. Dan wil ik je even een compliment voor geven. Ja, het is wel fijn dat je dan even je hart kan luchten of zo, hè? Ja, toch? Weet je, ik heb ook nog wel een tippie. Maken, hè? Oh ja. Ja, dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk, maar het is wel goed hè, om dat te doen. Ja, maar anders blijft het maar een beetje. Ja. Je weet toch? Ja, een beetje hangen. Ja. Ja, weet je, het is helemaal niet zo gek als je ruzie krijgt in deze tijd. Daar heeft iedereen een beetje last van. Ja? Oh. Echt waar, tuurlijk. Kijk, weet je wie er geen last van heeft? Nou. Nee, dan misschien moeten we daar wat van leren, van de kat. Precies. Ja, gaan we dat doen. Relaxed, rustig. Oké. Okay. Hey, doei. 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 Doei.
Nou, dat waren wel goede tips van Kim. Misschien herken jij dat ook wel. Dat je een beetje gek wordt van je groepsgenoten. Dat ze elke keer dezelfde grapjes maken of afspraken niet nakomen. Maar ja, we moeten het gewoon eventjes uitzingen met elkaar. Het is niet anders. Dus we moeten een beetje lief zijn voor elkaar. En een beetje elkaar de ruimte geven. Nou, ik ga het maar gewoon proberen. Ik moet eerst maar sorry zeggen, geloof ik. Daar ben ik niet zo goed in. Nou, vond je hem leuk? Wil je meer zien? Kijk dan op onze website. www.philadelphia.nl/hallothuis. Doei! Moet je niet nog iets zeggen? Sorry. Nee, een beetje lelijk, geloof ik. Spijt me. Ook sorry. Het spijt me ook. Oh, het is wel echt heel lief. Dankjewel.